studeer ondernemen, innovatie en techniek aan de Hogeschool Windesheim in Almere. De opleiding OINT, zoals ik hem ben begonnen, die was toen de tijd uniek in Nederland in Almere. Het heet nu ED&I, maar dat stuk ondernemen, naar mijn weten, is de opleiding ED&I in Almere nog steeds de enige waar dat grote brok ondernemerschap ook in zit. En dat is wat mij ontzettend aantrok om hierheen te gaan, zeg maar. Nou, mijn interesse is gewoon automatisering. Dit soort kleine apparaatjes die goed te gebruiken zijn binnen huiselijke sfeer, zou ik zeggen. Dus consumentenproducten. En de elektronica en mechanica die erbij zit. En dan de combinatie daarvan, dat vind ik interessant. We zijn bezig met het besturingstechniek. We zijn proberen met behulp van dit motortje en proberen daar een platform te maken wat zich naar de zon draait. Hij moet naar links en naar rechts kunnen draaien. En hij moet zo naar de lichtste plek kunnen richten. Ja, hij doet het nu. Vreselijk enthousiast. Ze mogen altijd komen wanneer ze willen en we zijn altijd open. Wat zijn de prototypes van een ander project waar ik mee bezig ben? Ted de teddybeer. En Ted ligt nu in... Dit is Ted. In Ted zitten twee motortjes en dan doet hij... Beweegt hij zo heen en weer. Nou, deze inkepertjes die je hier ziet, daar past dit motortje dan zo helemaal in. En er zit een geluidskaartje en er komen de geluidjes uit. Dit zijn armpjes. Deze zit hier in principe zo in. En dit wordt gebruikt voor het onderzoek van het lectoraat naar zorgrobots. Men probeert bij dementerende ouderen de oudste emoties te prikkelen. En dat kun je doen door het zorginstinct aan te spreken. Dus het liefdelijke aandacht geven aan een huisdier. Nou, wat vervelend aan een huisdier. Een huisdier binnen de zorg is een beetje lastig op het ogenblik. Want ze hebben geen tijd om de hond uit te laten. Ja, dit heb ik letterlijk bij de praxis gekocht. En we hebben hier een 2D lasersnijapparaat. Ik heb dit in een katsysteem getekend. Dus het is eigenlijk een huisdier op afroep, zeg maar. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. In principe krijgen wij het hele traject van... begin idee tot aan de eerste massaproductie, zeg maar. Het overgrote merendeel is wel techniek, dus wissel natuurkennis is hier belangrijk. En dan ook nog het elektronisch programmeren, want zoek maar een stuk techniek op tegenwoordig zonder een stukje elektronica. Maar we ook gewoon trebuchet in elkaar knutselen, zeg maar, ook gedaan. Gaan we spulletjes neerzetten bij de Robo Domo Demo Dag. En dan gaan we even proberen mensen te vertellen wat we doen hier allemaal. Enthousiasmeren voor een robot. Bijvoorbeeld. Ja, onder andere. Het is een promotiedag voor techniek, zeg maar. Dus dat is het idee. Zo staan. Het is een robotje. Ja. En die is bedacht om de... concentratie van autistische kinderen te meten, te testen. Sommige, en dan nog heb je er altijd een paar participeren van het hoofd af vragen. En dat is altijd leuk. Nou, om een hbo-opleiding om de hoek te doen, zeg maar. Want je hoeft niet uit huis te wonen, zeg maar. Omdat het een jonge school is er van alles nog wat mogelijk. Vooral en juist in techniek, omdat het een kleine groep is, kom je niet in een fabriek terecht. We kennen elkaar allemaal. Dat op een leefdraad. Als je de studenten in andere steden vraagt waarom ben ik hier, dan is het voor het uitgaansleven, voor de cultuur, voor de, weet ik, dat soort dingen, zeg maar, om voor de andere studenten. Jij komt gewoon oorspronkelijk niet uit Almere. Nee, ik ben
opleiding tractortechniek in Enschede gaan doen. Nou, een beetje doormodderen en zo. Toen ben ik weer een opleiding gaan zoeken. En ik wou eigenlijk iets met dat ondernemerschap. Nou, en toen kwam ik hier terecht, want hier zaten al die elementen in. Ik vind het heel lekker om in deze rustige stad te wonen, zeg maar. Maar ik vind het fijn omdat het rustig is. Aan de andere kant mis ik ook wel de zware cultuur, zeg maar. Wat wel zo is, is dat je dat kan opzoeken. Ik had de mazzel dat ik een vriendin heb die bij het jeugdtheater is, of bij het volwassenen theater inmiddels, zeg maar. En die vroeg op een gegeven moment van, goh, kun je ons niet helpen met zo'n voorstelling? En toen ben ik dat gaan doen, dus dan ben ik een hele, hele enthousiaste amateurgroep, zeg maar. Ik probeer de plekken op het podium af te tapen, zeg maar, zodat de mensen weten waar dingen komen, want we hebben alle attributen nog niet staan. Een hele rare, vage dingen gedaan, zeker vorig jaar en dit jaar. Dat is echt een toneelstuk waar je hoofd bij moest houden, dat was wel leuk. Goed, dit is een beetje een kip of het ei, hè? Wat ga je eerst krijgen? Almere is gewoon nog steeds een slaapstad. Het moet groeien, maar dat is het verhaal van Almere. In Almere moet alles groeien. Ja, ik vind het een hele mooie stad om te wonen. Ja. Ik heb voor mezelf ontzettend naar mijn zin.